Verrassend genoeg wil ik het even hebben over Sylvie Meis. Ik ben in Nederland en dat betekent dat ik wat meer op de hoogte word gebracht van de gebeurtenissen in Nederland en van de social media en vooral ook van de comments onder bepaalde berichten. Die kan ik uiteraard in de Emiraten ook allemaal lezen, maar ik doe het daar veel minder. En ik heb begrepen dat er is ingebroken bij Sylvie Meis. En ik heb begrepen dat er voor 800.000 euro aan tassen, handtassen vermoed ik, is gestolen. Ik ga het uiteraard niet hebben over Sylvie Meis, maar ik ga het wel hebben over de reacties daaronder. Het woord wat hierbij hoort is het woord verkneukelen. Veel te veel mensen in Nederland vinden het heel belangrijk te melden dat je niet voor 800.000 euro tassen mag kopen van je eigen zelfverdiende geld. En veel te veel mensen in Nederland vinden het bovendien, en daar wordt het echt ernstig, geweldig dat de verzekering niet wil betalen. Dat brengt mij bij het punt jaloezie en envy. Mijn dochter heeft me uitgelegd dat je jaloezie niet echt kunt vertalen met envy. Jaloezie, dat is een niet per definitie ongezonde emotie, waarbij je graag zou willen dat je iets kunt wat iemand anders al kan, maar die persoon die dat al kan, niet meteen ongeluk toewenst. Envy zit wel in die hoek. Die hoek waarbij je niet alleen iemand iets misgunt, maar bovendien eigenlijk ook ongeluk gunt. Een ongezonde karaktertrek. En wat me opvalt in die comments in Nederland is dat er erg veel mensen last hebben van echt envy. Het is niet zozeer dat ze jaloers zijn op iemand die het beter heeft. Nee, ze gunnen die persoon echt misfortune, ongeluk. En dat brengt me bij het bekende spreekwoord: steek je kop niet boven het maaiveld, want dan wordt hij eraf gehakt. En dat wordt in Nederland vaak als een soort van grap gemeld. Maar de realiteit is dus dat het geen grap is, maar realiteit is. Steekt je kop boven het maaiveld uit, dan gaat hij er af. En vraag je dus ook echt heel goed af of als je zelf vindt dat je iemand bent die boven het maaiveld uitsteekt, of Nederland zo'n hele goede plek is om te wonen. Want auto's van welgestelde, succesvolle mensen worden beschadigd in Nederland, bekrast, gevandaliseerd. En daar wordt niet heel erg hard tegen opgetreden. En je begrijpt waar het heen gaat. Er is een land, Emiraten, waar het omveld, de mensen met wie je omgaat, niet uitmaakt hoeveel je verdient, hoe succesvol je bent, hoe jong en succesvol je bent, wat in Nederland ook wel een groot probleem is, jong zijn en veel geld verdienen. En waar het veel meer een leven en laten leven cultuur is. En waar die enorme afgunst en dan echt het negatieve aspect daarvan, hè, iemand ongeluk wensen eigenlijk, waar die afgunst eigenlijk helemaal afwezig is. En daarmee stoppen de mijmeringen voor deze zondag.